gasten. Hele goedemorgen. Wij doen nu met onze trolletjes als een gangster hier op de parkeerplaats. Wij zijn hier nou bij Wezen Airport. Gaat onze reis naar Marokko beginnen. Fuck yeah, bitch. We hebben nu een half uurtje om naar de gate te gaan. En we moeten nog een stukje lopen. En we moeten nog door de security check. En ik heb een drone bij. Dat is dus de grote vraag van vandaag. Of wij onze drone binnen gesmokkeld krijgen in Marokko. Oké, jongens, we zijn net door de security heen. We gaan nu boarden. Na echt fucking 2 uur op dat vliegveld te staan, hebben we eindelijk een auto kunnen fixen. Kijk, je mag hier, jongens, je mag hier gewoon 100 rijden. En één keer gaan alle auto's aan de zijkant. En dan zitten er 3 fietsers die langs elkaar fietsen midden op deze weg, waar je 100 mag. We zijn eindelijk bij een supermarkt beland. We hebben fucking veel honger, want we hebben gewoon al sinds hoe lang? Ja, sinds de ochtend, 4 uur 's nachts. 4 uur 's nachts hebben we niks meer gegeten, dus wij gaan even wat eten. Kijk hoe de supermarkt eruit ziet hier. Check hoe het eruit ziet. Waar is de ingang? Hé, we moeten daarheen. Wij dachten even iets van appelsap te halen of zo, maar ik weet echt niet wat de fuck dit is. Een soort van siroop fris drank met prik. Ja, echt super raar. Echt gewoon. Verder de rest, die supermarkt is huge. Oké, we zijn op dit moment op het strand op Agadir. En ja, het is op zich wel een goede temperatuurtje. Maar de wind is hier net iets te koud. Dus we zijn nog aan het twijfelen of we nou nog gaan zwemmen. Ja of nee, want er staat ook niemand aan het zwemmen. En het stinkt hier wel naar rotte vis, moet ik zeggen. Of niet? Ja, ik ben er helemaal mee. Eerst even tot rust komen na onze lange vlucht en al dat gedoe met die auto en... Oké, het was echt tijd om Agadir te verlaten. Rob en ik vonden er echt niks meer aan. Dus we zijn nu een beetje gaan toeren. En we zijn hier random in de bergen en het ziet er hier eigenlijk best wel sick uit. Wacht, kijk. We zijn nu onderweg naar Marrakesh. Geen idee of dat beter is, maar ja, we gaan gewoon kijken, snap je? Waar zijn we nu? Ja, echt fucking sick. Kijk dit uitzicht. We gaan nou even hier op dit bergje klimmen. Zodat we naar de epic view en voor de epic foto's kunnen gaan. Dan gaan we even dik foto's schieten. Gewoon een hele klimtocht. Ook nog op Adidas slippertjes. Ja, we hebben net even wat chic foto's gemaakt. Maar ja, de zon ging wel heel snel weg. Dus ja, dat is wel kut, ja. Echt kut. We hebben hier maar 5 minuutjes gestaan, zo denk ik, zoiets. Ja, maar ja, er komen nog 7 dagen aan, hè, dus nog 7 dagen nieuwe kansen. Ja, en dan gaan we ook nog epic adventures doen, want we zijn op zoek naar die echte epic shit. We hebben zojuist iemand van de straat afgepikt. Jean-Pel, what's your name? Your name? Like... Rob. Wij mogen hier te gast zijn in het land en dan gaan wij ze gewoon even een ritje geven totdat ze stop zeggen. Snap je? Ik begin dit land steeds leuker te vinden. Kijk, weet je wat ik erover te zeggen heb? De stad is fucking kut, maar het landschap is fucking mooi. En zoals je ziet rijden we midden in het middle of nowhere. Het is maar goed dat we een volle tank hebben. Weet je wat ik denk erop? Dat wij vannacht wel ergens in de bergen overnachten ofzo. Gewoon in deze auto. Ik slaap. Even schudden, kijk. Homaat, rust. Zuur aan toe, hè. We staan hier even van het uitzicht te genieten. Het is lastig te zien, maar dit is zo fucking sick, hè. Ik heb eindelijk besloten om in ieder geval een raar bergpad de auto te parkeren. Keirenden. Ja, en we hebben helemaal geen slaapzakken bij, we hebben geen kussens bij. We gaan hier letterlijk gewoon in de auto met z'n tweeën hier en hier slapen. Rob gaat proberen, wat ga je proberen? Ik wil op de achterbank gaan liggen, maar ik weet niet of daar ruimte voor is. Ja, precies. En als jullie deze video ook leuk vinden, vergeet dan niet morgen ook de nieuwe vlog te checken. Want die gaat er ook sowieso weer komen met een hoop nieuwe avonturen. Want we zijn hier pas net, het feestje moet nog beginnen. Later. Dude.